Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdragen op vrijdag van Daily Minutes Popular Science zijn korter dan de rest van de week. Vanaf aanstaande vrijdag ga ik in die 3 minuten zendamateur gerelateerd nieuws brengen. Vandaag een voorproefje van wat je vanaf vrijdag kunt verwachten. De mogelijkheid voor zendamateurs in Duitsland om gebruik te maken van 160 meter, 6 meter en 4 meter is per 1 januari met 6 maanden verlengd, zo meldt BNetz A. De vergunningen in Duitsland zijn voor die banden niet permanent en worden steeds per zoveel maanden, vaak per half jaar, verlengd. In het verleden waren de vergunningen voor 6 en 4 meter vaak alleen in de zomer geldig, wanneer er de meeste sporadische e-propagatie is. Voor het gebruik van deze twee banden gelden ten opzichte van zoals het bij ons is een flink aantal beperkingen voor wat betreft bijvoorbeeld antennepolarisatie, zendvermogen en modulatiesoort. Mobiel werk is ook niet toegestaan. In de tussentijd worden Duitse amateurs die later dit jaar examen willen doen voor een nieuwe klasse en licentie op instapniveau geadviseerd om de DARC-website 50ohm.de in de gaten te houden. Turkije's eerste astronaut, kolonel Alper Gezerak, die in het kader van de eerste bemande Turkse ruimtemissie naar het ISS zal gaan, zal daarbij ook als zendamateur actief zijn onder de Koltengochari 100 ISS. Hij zal dit doen in het kader van de amateurmachtiging die hij al heeft. De planning is dat Cesarak in de nacht van 17 op 18 januari om 11 minuten over 1 naar het ruimtestation zal gaan. Op 24 februari van dit jaar vindt de 26e elektronica vlooienmarkt plaats in het Harde op de Veluwe. Er zullen 220 vierkante meter aan kramen worden opgesteld, waardoor standhouders uit Nederland, België en Duitsland nieuwe of gebruikte spullen worden aangeboden die op een of andere manier met elektronica te maken hebben. De beurs in het Harde staat bekend om zijn gezellige sfeer. Het is de plek om dat ene moeizaam verkrijgbare onderdeel te vinden en ook verzamelaars van antieke radio's en apparaten uit de legerdump komen eraan hun trekken. Locatie is MFC Aperlo aan de Stadsweg in het Harde. De markt duurt tot 3 uur 's middags en is ruim gratis parkeerruimte. De entree kost een bescheiden 4 euro. SpaceX heeft bekendgemaakt dat het bedrijf met 6 kort geleden gelanceerde Starlink-satellieten later dit jaar op experimentele basis sms'en vanuit de ruimte voor mobiele telefoons mogelijk zal maken. SpaceX werkt hiervoor samen met T-Mobile USA en heeft ook overeenkomsten met providers in Zwitserland, Nieuw-Zeeland, Japan, Canada en Chili. Het bedrijf hoopt dat de satellieten zullen helpen dode zones voor mobiele telefonie te elimineren, waardoor gebruikers sms-berichten kunnen verzenden, zelfs als ze zich in regio's buiten het bereik van het netwerk op aarde bevinden. Het Starlink-model verschilt van wat er op iPhones van Apple al in gebruik is via de satellieten van Globalstar. Propagatie op de korte golf kon afgelopen week voor deze periode van het jaar haast niet beter. Een lage KP-index die niet boven de 2,67 kwam en een solarflux-index die varieerde tussen ongeveer 165 en 190 in de eerste helft van de week. Spelbreken was dat er in de winterperiode de ionosfeer nooit op zijn best is en de lage banden zijn wat beperkt door de hogere zonneflux. 40 meter is met een kritische frequentie van tussen 9 en 10 MHz overdag geschikt voor relatief korte afstanden. Met een kritische frequentie 's nachts van tussen 3,5 en 4 MHz momenteel is 40 meter nadat het donker is alleen geschikt voor lange skipafstanden, hoewel er geen garantie is dat zelfs dat mogelijk is. Enkele van de expedities die me opvielen waren onder andere Clipperton Island tussen 18 januari en 2 februari, Robinson Crusoe Island die gepland staat voor 10 tot en met 24 februari en Guadalcanal Island, een van de Solomon-eilanden, tot eind april. Vandaag iets langer, maar op vrijdagen zal deze bijdrage maximaal ongeveer 3 minuten zijn. Bronvermeldingen van deze week zijn onder andere Amateur Radio Newsline, WIA in Australië, Veron NL, RSGB en DXnews.com. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0.